Dit is deel 2 van de documentaire over de Sterrenberg filiaal in Rotterdam aan de Koolsingel. We gaan eens kijken hoe ze gebakken worden. Hé, die zijn vers uit de oliepan. En hier worden ze nog een paar keer gedraaid en gekeerd. Je doet dat ook al een paar jaar, geloof ik, hè? Al die jaren die ik hier al kom, je zal wel een ruime ervaring hebben. Al 20 jaar ook. Ja, het zijn fantastische mooie grote bollen met een prachtige kleur. Zeker weten. Al 20 jaar doe ik elke dag 4 tot 5 keer. Ja, je bent een ervaren oliebollenbakker. 5 keer per dag. En je hoopt het nog 30 jaar te doen misschien? Ja, tuurlijk. Samen met hem. Dit zijn George en Jimmy, de grote oliebollenbakkers van Rotterdam. En beter als Richard Visser. Daar, die hebben ze al lang in gehaald, de kwaliteit. Dit wordt met liefde gemaakt hoor. Je hoort het, het wordt met liefde gebakken met een prachtig uitzicht over de mooie kerstverlichte Koolsingel. Cool.